Ja, klinkt natuurlijk heel zorgelijk. En ik ben zelf dan een gelukkige vader van 3 jonge dochters. En ik merk gewoon dat vooral dat woordje wat je net sprak van gewoon, hè, dat dat eigenlijk heel snel gaat. Mijn oudste dochter is 25. Nou, toen die op de middelbare school zat, was nog echt niet aan de orde. Pilletjes en ecstasy en al die troep. En alcohol trouwens ook, want dat komt ook heel veel voor helaas. Mijn jongste dochter is 16. Zit 9 jaar tussen. En ik merk gewoon dat het op die school nu wel echt een probleem aan het worden is. Want? Wat merk je dan? Gewoon, omdat iedereen het heel gewoon vindt. Ja. Ik bedoel, ze hebben allemaal 3 op dezelfde club gehockeyd. Nou, hockeyfeest kan niet meer georganiseerd worden op dit moment. Voor meisjes van 15, 16 jaar. Kan niet meer georganiseerd worden. En alcohol, ja. En dan woon ik dus niet in de achterbuurt van Den Haag. Hè. Laten we dat ook nog even opstellen. Dus dat is heel schrikbarend. En met name dat iedereen het blijkbaar heel gewoon vindt, dat gebruiken. Maar kennelijk, hè, is het ook geen onderklassefenomeen zoals het ooit misschien werd gevonden. Het is kennelijk een bovenklasse fenomeen geworden. Wat trouwens ook mag blijken, het feit dat de jonge democraten, D66 jongeren, ja, pleiten maar voor het vrijgeven van ecstasy. Ze zijn allemaal een beetje dat hun ouders in de tijd, ja, een beetje dat mellow yellow, dat was allemaal prima en vrijheid. En toen was er een beetje geëxperimenteerd. Dus hun weerstand tegen drugs is gewoon minder groot. En ik merk het ook bij mijn dochter van 16. Die komt ook op een feestje waarvan ik denk, wat is dit? Ze kwam laatst thuis, zei ze, mam, ik ben blij dat jij me de stabiele zijligging hebt geleerd. Want een vriendinnetje uit de klas was zo compleet starnakel dronken, ja, ja, dat ze gewoon bang was dat ze in de kot zou stikken. Een kind van 16 die haar vriendinnetje in een stabiele zijligging legt. Weet je, waar zijn we gebleven? Ja. Dus dat zijn wel hele grote zorgelijke dingen. En tegelijkertijd, dus we hebben het nu over de gebruikers, maar ik vind ook de festivals hebben daarin een grotere verantwoordelijkheid. Ja, daar komen we straks nog wel over te spreken, ja, over die festivals, want ik vind dit dermate interessant, want u bent beide dus ook ouders, maar als het allemaal u gewoon ook, is... Ja. Ja. Is nog heel klein, wacht maar. 8 maanden. Maar goed... Dat klopt. Goede toevoeging. Maar toch maar even tot u richten. Gewoon, dat is het woord waar het hier om gaat. Hè? Maar dan vinden die collega-ouders, waar u dus ook mee te maken hebt, dat dus blijkbaar ook gewoon. Met andere woorden, hoe verhoudt u zich tot die andere ouders? Gaat u de discussie met hen aan of is dat al een verloren discussie? Eerst u, Hans Biesheuvel. Nou, het is een hele lastige discussie. Ik heb op die hockeyclub, bij die hockeyfeesten, vaak nog wel een soort corvée gedaan. En er waren dus kinderen inderdaad die, nou ja, om 10 uur 's avonds 16 jaar dronken waren, belden de ouders op, wil je kind komen halen? Ja, sorry, we kunnen niet in de auto stappen, want we hebben zelf te veel gedronken. Dus zoek er maar uit. Nee, maar letterlijk, hè, dat gebeurt gewoon. Ja, als je met die mentaliteit kinderen opvoedt, ja, dan wordt dat natuurlijk helemaal niks. Ja, dan zie je die mentaliteit terug in dat drugsvraagstuk. Ik wil één opmerking maken, want je had het over de Zuidas. Nou, ik kan je zeggen, ook daar, hè, op al die grote, dure kantoren, daar gebeurt heel erg veel. Dus ook daar is het blijkbaar steeds gewoner aan het worden. Zeker, maar hoe gaat de discussie aan? En misschien staat u wel op verlies, hoor, in die discussie, Madeleine van Torenburg. Omdat dus ouders dat blijkbaar ook gewoon vinden, zegt u net. Nou, wat wij wel proberen is met name ruimte te geven aan ouders in de media en op scholen om te vertellen hoe gevaarlijk het is, omdat zij hun kind eraan verloren hebben. Dus een meisje, Danielle, haar moeder is daar heel fanatiek in bezig. En die proberen we daarin ook te steunen en contact te geven met de minister. Overleden aan de gevolgen van drugs. Ja, één foute pil. Want mensen denken, weet je, laat je pilletje testen en het is prima. Op ieder lichaam reageert zo'n pil anders. Je kunt er gewoon aan overlijden. We horen nu ook steeds meer verhalen over softdrugs, zogenaamde softdrugs. De relatie tot psychoses wordt steeds vaker gelegd. Is niet voldoende onderzocht nog, maar ze zien wel mensen die ook maar een latente aanleg hebben. En het zijn helaas veel mensen die gaan blowen, kunnen in een psychose schieten, wat ook een verwoestende werking heeft.